Welkom bij Wild of the World en je kijkt naar een groot avontuur waar we een roadtrip maken door Afrika. De zuidelijke landen van Afrika, waar we begonnen in Kaapstad, Zuid-Afrika en we rijden nu Namibië in. En de eerste bestemming, een topbestemming, ligt achter mij, de Sossusvlei. Vanaf die beroemde Tafelberg zag je ons crossen door het Westkust National Park. We kampeerden op de mooiste plekjes van Zuid-Afrika en gingen op safari in de Kalahari-woestijn. En nu rijden we naar Namibië. En in deze aflevering maken we wederom gebruik van de 4x4 met rooftop tents van Brits. Deze camper, jongens, echt een avontuur. We zetten hem 's avonds neer, dan wordt het donker, dan weet je niet eens meer waar je bent. En dan word je 's ochtends wakker door het Afrikaanse zonnetje wat zo op je tentje staat. En dan heb je lekker je ontbijtje met een prachtige omgeving. Super gaaf. Onderweg naar de grens zien we gieren en klipdassen. Namibia, Namibia, Namibia. Woep woep. We zijn in Namibië, jongens, eindelijk. Het duurde een uur bij de grens, want er waren twee problemen. Eén was, Jens heeft geen birth certificate. Die hebben we nog nooit bij ons gehad en we zijn al 14 maanden op reis, maar Namibië heeft het nodig en hij was heel streng, wilde ons bijna niet binnenlaten. We hebben nu beloofd dat we het gaan e-mailen later vandaag. Hoe ik eraan moet komen, ik heb geen idee. Mensen bellen of de regering in Nederland aanschrijven, dat heb ik echt nog nooit bij me gehad. En twee, je mag geen dierlijke producten meenemen, dus geen kaas en geen vlees, allemaal afgepakt bij de grens. Dus zonde. Kunnen we straks op een houtje bijten, helemaal geen eten meer. Maar ja, we zijn in Namibië, dus ik ben toch blij. Yay! Gisteren kwamen we over de grens tussen Zuid-Afrika en Namibië en het viel ons gelijk op dat het hier echt freaking heet is. Dus we zitten hier een beetje in the middle of nowhere in de eerste stad die we tegenkwamen en die heet Kidmanshoop. Onze auto staat hier geparkeerd en die gebruiken we even niet met de tenten erop, want het is zo heet dat we even lekker een hotel hebben opgezocht met een mooie tuin, een zwembad wat je wel kan gebruiken met dit weer en natuurlijk even een airconditioning kamertje. 5 uur gereden om hier te komen en we gaan nog 5 uur verder voor de eerste bestemming, want het is nogal groot, de afstanden hier in Namibië. En die eerste bestemming wordt de Sossusvlei. En dit stadje is eigenlijk wel heel typisch voor Namibië. Een hele samenleving doemt opeens op in het midden van de woestijn. Je zit hier al snel uren in de auto om ook maar enig teken van leven te vinden. En juist daarom genieten we nog maar even extra van deze heerlijke oase. Mij ook nog even de kans om even wat werk in te halen, want ik heb nog genoeg te doen. Ik was bij Australië.
Oh jongens, we rijden op de weg naar de Sossusvallei. Het is nog een paar uur rijden en de zon gaat onder aan deze kant. Het lijkt wel of de horizon in de fik staat, of dat er ufo's op aarde komen. Zo'n mooie lucht. Wat een avontuur, jongens. We hebben 5,5 uur gereden en de eerste 2 uurtjes reed Suus nog over de prachtige geasfalteerde tapijtjes. Heerlijk weggetje. En toen moesten we eraf en toen ging ik rijden. Dakar Rally over de zandwegen door de bergen heen. Maar we zijn aangekomen. Het is bijna middernacht bij Sesriem, het dorpje wat toegang heeft tot de Sossusvallei. Snel de tent opzetten en lekker slapen. Wat hebben wij lekker geslapen, jongens. En dat hadden we echt even nodig. Na die lange rit van gisteren kwamen we hier aan. Was het nog pikkendonker en super rustig. Dus je hoort hier bijna niks. Lagen we lekker in dat tentje te slapen. En om 8 uur zei het Afrikaanse zonnetje wakker worden. Want het wordt hier behoorlijk heet. De omgeving is prachtig. Die zagen we vanochtend natuurlijk voor het eerst. Maar het is nog niks vergeleken met waar we heen gaan. Want de Sossusvallei ligt een klein stukje verderop. Ik ga de tenten inklappen en dan gaan we er vandoor, jongens. We raken snel gewend aan Namibië. Het is een reis terug in de tijd, maar ook komen we helemaal niemand tegen. Het land is 1,5 keer Frankrijk, maar er wonen slechts iets meer dan 2 miljoen mensen. En waar we nu zijn, woont al helemaal niemand. Welkom in de oudste en droogste woestijn ter wereld. Op weg naar de Sossusvallei is een geasfalteerde weg van 60 kilometer lang. En daar kun je dus gewoon met elke auto overheen rijden. Wij hebben een 4x4, maar je hebt nog de keuze aan het einde van deze weg om te gaan met een shuttle met een professionele chauffeur die de duinen ingaat. Dit kan iedereen dus rijden en onderweg zie je al hele mooie bezienswaardigheden. En de namen die ze bedacht hebben voor deze prachtige duinen, ja, daar hebben ze vast heel lang over gedaan. Hier is Duin 40. Bij deze eerste duinen zien we het landschap waar Namibië zo beroemd om is. De hoogste duin is zo'n 325 meter hoog. Onderzoekers hebben hier de meeste zonuren gemeten van alle plekken op aarde. En soms regent het hier wel 10 jaar niet. Je zou dan ook denken dat hier geen dieren leven, maar niets is minder waar. Prachtig zijn deze gemsbokken. We zijn doorgereden naar de volgende duin en die heeft evenzo een hele originele naam. Dit is Duin 45, Dune 45. Ze is zo in balans, hè jongens. Tot nu.
En dit was slechts het voorafje. Na 60 kilometer prachtige omgeving, landschappen met mooie hoge duinen en een mooie asfaltweg komt er een einde aan die weg en komen we bij deze parkeerplaats terecht. En op die parkeerplaats kunnen we een shuttle service nemen. Je kunt wel verder met je eigen 4x4 auto, maar je moet wel heel goed door de zandduinen kunnen rijden. Dus ze raden aan om voor de zekerheid toch maar met die chauffeur mee te gaan. En dat gaan we doen naar de Sossusvlei. Ik kreeg net een beetje bevestiging, jongens, van wat ik net al vertelde. De witte auto achter mij, ik stond even met de jongens te praten, die zijn vandaag teruggekomen, maar gisteren zaten ze vast in het zand. Dus ze hebben in hun auto geslapen de hele nacht, wachtend tot iemand ze zou komen redden en dat is nu net pas gebeurd. Dus ja. In de brandende zon zien we ook weer springbokken en nog meer gemsbokken. Als je Namibië zou googlen, dan zou je waarschijnlijk heel veel plaatjes zien van de plek waar ik nu ben. Deze woestijn. Midden in de woestijn ligt namelijk de Sossusvlei. En Sossusvlei, dat betekent de doodlopende vallei. Waarschijnlijk omdat als je hier naar binnen rijdt, er geen weg meer terug is. Het ligt in het grotere nationale park genaamd het Namib Naukluft National Park. En dit stukje is wat de meeste mensen bezoeken, omdat hier achter deze heuvels de Deadvlei ligt. En dat is echt het meest iconische plaatje van heel Namibië. We zijn een klein stukje aan het lopen, jongens, een half uurtje door de woestijn om bij de Deadvlei te komen daar achter die duinen. En ik zou het 's ochtends doen. Het is nu nog vroeg, het begint al warmer te worden, het is nu natuurlijk zomer hier. En op de terugweg zullen we het wat zwaarder gaan krijgen. Het zand wordt dan heel erg heet en ook de omstandigheden zijn niet ideaal meer om te gaan lopen met een kind. Dus ochtend, wij gaan lekker verder. Ik ben er, jongens, de Deadvlei, het meest iconische plaatje van Namibië. Midden in de Sossusvlei, het was de wandeling zeker waard. En je ziet ook waar de naam vandaan komt, want het is een soort zout-kleivlakte met dooie boompjes. En die prachtige rode duinen erachter maken het plaatje helemaal af, echt een aanzichtkaartje. En het doet me eigenlijk wel een beetje denken aan dat gedeelte van de savanne waar Simba niet heen mag van zijn vader in The Lion King. Creepy. Maar hoe awesome, jongens. De kenmerkende bomen in deze vallei zijn al bijna 1000 jaar oud. En het is dan ook streng verboden om op de bomen te zitten of erin te klimmen. En gek genoeg zie je af en toe idioten die dat doen. Ik loop hier nu al een tijdje rond, een beetje foto's aan het maken en zo. Maar wat ik nog helemaal niet heb verteld is iets heel grappigs. Ik ben hier dus helemaal moederziel alleen. Het is 12:00 middags, dus het is al wat heter aan het worden. Suus en Jens zijn ook alweer teruggegaan. Die vonden het ook allemaal een beetje te heet. Maar ik sta hier en als ik nu dood neerval, dan zullen alleen de gieren me vinden, denk ik, jongens. In de dode vallei. Ik ga ook terug, anders wordt het te heet. Door het inmiddels bloedhete zand loop ik weer terug naar onze chauffeur. En onderweg terug komen we nog langs de grootste duin van het park, Big Papa. Wat vonden jullie ervan, jongens? Zo waanzinnig, maar echt freaking heet.
En ik wil niet echt reclame maken. En dit flesje cola hier zo. Is de beste cola die ik ooit heb geproefd. Ik had niks bij me. Wat een dag jongens, en we hebben de allermooiste uitzichten kunnen zien die Namibië te bieden heeft, hier in de Sossusvlei. Het was fantastisch, maar er is één ding wat ik nog liever zou hebben nu. En dat is toch wel een cool zwembadje. En die hebben we gevonden, want we zitten hier in de Sossusvlei Lodge bij de ingang en daar kunnen we lekker kamperen en het zwembad induiken. Dat gaan we gelijk doen. En bij onze campingplek hoort zo te zien ook een huisdier. Ze zitten overal. Tot zover deze aflevering in de Sossusvallei. Maar we gaan natuurlijk nog veel meer zien in Namibië. Voor nu zeg ik, it's a wrap. Oh, kijk. Hey. Reis de volgende keer weer met ons mee. Als we langs de kust van Namibië nog veel meer wonderen bezoeken. Klik op die abonneerknop en ik zie je snel. Ciao.